dierentuin. Ik ben hier in het dierenpark Plankendaal en ik ben hier gelukkig niet alleen, want ik heb Martin Gauws meegebracht. Dag Martin. Dag Christel. En ik ga je een dier laten zien. Daar wil ik je van alles over vertellen. Mm-hmm. En het is een heel bijzonder dier. De eerste tip voor je, Christel. Het dier leeft op grote grasvlaktes. Ze noemen dat prairies. Prairies. Prairies, indianen. Tweede tip. Het is een rund. Runderen. Ja, koeien. En de derde. Heel groot. Heel breed. Heel zwaar. Een gigantische kop. En donkerbruin. Ja, bisons. Inderdaad, bisons. Je hebt helemaal bisons. Gelijk. Maar geen grasvlakte hier, eerder de prairie. Maar wel de wigwams van die indianen achter me. En als je nou weet dat die indianen geweest zijn die erachter gekomen zijn hoe je het beste een bison dood kon maken. Dat deden ze niet met pijl en boog om erachteraan te gaan. Dat was in het begin zo. Nee, ze joegen ze een ravijn in. En dan lagen de duizend lagen er beneden. Maar waarom deden ze die dieren dood? Nou, ze vonden dat de meest praktische manier om vlees te verzamelen. Om huiden te krijgen, om tentjes te kunnen bouwen. Om hun eventuele pijl en boog, de botten te gebruiken voor de punten. Afijn, overal voor. Het is alleen natuurlijk luguber. En vervolgens, dat is ook een fantastisch verhaal. Al die routes waar al die bisons liepen, daar werden spoorwegen aangelegd. Omdat het meteen keurig netjes vlak was. Was mooi aangestampt. En de blanken gingen dan vervolgens in de trein zitten. Een boemeltje. En gingen prijsschieten op de bisons. 65 miljoen bisons hebben ze doodgeschoten. Oh. De idioten. Er waren er toen nog 1800 over. Die zijn door dierentuinen en door parken zijn ze weer beschermd opgegroeid. En nu is die weer behoorlijk groot geworden. Een heel oud dier dus. Ja, het is een verhaal van mij, maar je moet ze zien. Kom, kijk maar. Nou, daar staan ze. Kijk eens even. Wow. Prachtig, hé? Groot. Moet je... Hey, dag Isa. Dag hallo. Isa. Hallo. Moet je, als je die grote ziet, hè, dus die kerel. Moet je voorstellen, twee van die stieren die met elkaar gaan knokken. Met die hersenpan. Een blok beton hebben ze daar. En dan hoor je, bam, hoor je een enorme knal. Ze gaan vechten. Nou, nee, dat doen ze niet. Komt een koe met een stier, doen het. Hé, Isa, ben je mee bezig. Dat doen ze nooit. Kan die heel snel lopen? 65 kilometer per uur. Als, wow. Als die heren gaan wandelen, dan dendert de prairie. Dan dendert de aarde. Dan is het een fantastisch gehoor. Dat vergeet je nooit. Ik mag je er waarschijnlijk niet gaan opzetten. Nee, je mag wel bieten geven. Gaan we gaan bieten geven? Ja. Oh, goed. Kom op. Heb je zin in een biet? Lieverd, geef het aan hem. Oh. Hou vast, schat. Hou vast. Hij is wel echt heel groot. Christel, zeg iets liefs tegen hem. Hij is zo groot. Hoeveel weegt hij? Nou, ze kunnen wel tegen de 800-900 kilo aan zitten. Ze kunnen heel zwaar worden, hoor. Maar ik kan me daar niks bij voorstellen. Een auto? Middelgrote auto? Is dat nou, iets kleiner, maar ja, een middelgrote weegt 1000 kilo. Mai. Ja. Ik ga ze eens heel ver wegsmijten en hopen dat ze aan 65 kilometer per uur hem gaan vangen. Okay. 1, 2, 3. Het is gelukt. Ik kan nog een beetje biet geven, hè? Oké, gooi je. Ik voel me echt thuis bij de bisons. Een echt indianenmeisje. Nee, een bisonmeisje. Ook goed. Cowgirl. Zeg, maar gaan we volgende keer wel terug naar zo'n leuk team? Oh ja, zonder twijfel. Ik heb bij mezelf gedacht, ik ga het je vertellen. Ja. Ik ga het je vertellen. Goed idee. Maar ik doe het niet. Oh, Martin. Ik laat hem de volgende keer wel zien. Vertel het je nog wel. Oké. Ik laat het je wel zien. Zeker kijken, hè. Gooi je kan die meid, hoor. Jongen, jongen.